Wil je weten wat een coöperatie is en wil je weten hoe je deze moet oprichten? Wil je weten waarmee je rekening moet houden bij het oprichten van een coöperatie? Kijk dan verder. Hi, welkom. Welkom bij deze video. In deze video ga ik je een overzicht geven van wat een coöperatie precies is en wat het doet. Ook ga ik je een beeld geven hoe je deze moet oprichten. Verder ga ik je laten zien waarmee je rekening moet houden bij het oprichten van een coöperatie. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Ik ga je tijd niet verspillen. Laten we maar beginnen. Een coöperatie ziet er als volgt uit. Je hebt een bedrijf. En in dat bedrijf heb je bestuurders. Die het dagelijks bestuurs hebben. Het kan ook zo zijn dat de leden in de coöperatie hebben afgesproken dat er een raad van toezicht is. Dus RVT. De taak van de raad van toezicht is om toezicht te houden op het bestuurs of zij hun werkzaamheden wel of niet goed doen. Een coöperatie is net zoals een vereniging gewoon een vereniging. En daarbij heb je leden. En het doel van de coöperatie is niet om winst te maken, maar dat is gewoon een middel. Maar het doel van de coöperatie is gewoon de belangen van de vereniging gewoon naleven. Dus de belangen van de leden gewoon naleven. En vaak kiezen de leden gewoon de bestuursleden. Vervolgens worden de mensen ook van de raad van toezicht gekozen. Het oprichten van een coöperatie doe je gewoon bij een notaris. Daarnaast, het kan ook zo zijn dat je in de coöperatie bestuurders hebben. Maar die hebben vaak niet de tijd om de onderneming te besturen naast hun normale werkzaamheden. Dan stellen ze mensen gewoon in de directie aan. En de mensen in de directie die doen gewoon de dagelijkse werkzaamheden. En vervolgens gaan ze melden bij de bestuursleden wat ze wel of niet hebben gedaan. Zo kan je dat gewoon inrichten. Het is belangrijk om te weten dat bij coöperatie heb je twee overeenkomsten. Dus je hebt één overeenkomst waarbij de leden aangaat met de coöperatie. Maar dan ook een zakelijke overeenkomst waarbij de leden aangaat met de coöperatie. Dus je hebt twee overeenkomsten. En dat is het verschil tussen coöperatie en de vereniging. Bij coöperatie is het zo dat de coöperatieleden wel winst mag uitkeren. Bij de vereniging mag dat weer niet. Het is belangrijk om te weten dat de coöperatie een rechtspersoon is. En dit betekent dat als er iets is, dan worden de leden niet aansprakelijk gesteld. Het ligt er dan ook op hoe de coöperatie is ingericht. Maar de coöperatie wordt als eerste aangesproken voordat het bij leden komt. Dus stel je voor, je hebt een groot project en daar heb je meerdere mensen nodig. Het kan ook zo zijn dat je gewoon samen een coöperatie opricht. Waarbij de mensen die aan het project werken, gewoon leden zijn. En hierbij moet je denken aan echt grote projecten waarbij je developers nodig hebt. Of designer of wat dan ook. In ieder geval, jullie kunnen gaan samenwerken in de vorm van coöperatie, een soort van vereniging. En die coöperatie gaat dan die opdracht aan. En jullie kunnen dan gebruik maken van ieders expertise om een project te realiseren. Bijvoorbeeld een appbuilder of een programmeur of een marketeer of wat dan ook. Je kunt dan samenwerken om een project te realiseren. Deze constructie wordt vaak gebruikt in de landbouw, maar je kan het ook gebruiken in andere sectoren. Maar het ligt er ook aan hoe je het inricht. Het is belangrijk om te weten dat ook bij een coöperatie heb je wetten. Ik ga je zo direct laten zien waar je de regels kan vinden. Als je coöperatie opricht, heb je statuten. En daarin staat hoe de bestuursleden worden gekozen en hoe de raad van toezicht worden gekozen. En ook andere regels over de coöperatie en hoe wat verplichtingen zijn van leden. En daarnaast kan je als bestuurslid gewoon beleidsregels opstellen voor de leden waarbij zij zich aan moeten houden. Dus zo werkt de coöperatie. Let op, de statuten is gewoon de ruggengraat van de coöperatie. En als je een groot project hebt, dan kan dit een ideale oplossing zijn om samen te werken en ook op lange termijn. Zo, dit is een coöperatie. Ik ga je laten zien hoe je dit kan oprichten en waar je rekening moet houden. Als je coöperatie gaat oprichten, is het belangrijk om van tevoren even goed vast te stellen hoe jij dit wil hebben om je doel te realiseren. En wanneer je dit hebt, dan kan je gewoon bij, volgens mij was het doel zelf notaris. Dan kan je al voor een redelijke prijs een coöperatie oprichten. Maar het is ook mogelijk om coöperatiekosten in te typen bij Google. En dan zie je volgens de prijzen. Dus de prijzen verschillen hier nogal. Hier kost het 400 euro, terwijl het hier 200 euro kost. Bij doe-het-zelf notaris. Maar het ligt eraan ook hoe je het inricht. Want kijk, hier hebben ze bepaalde eisen waardoor het goedkoop wordt. Terwijl het waarschijnlijk hier kan je het zelf inrichten hoe jij het in wil hebben. De website doet het niet. Het is belangrijk hoe jij je coöperatie wil hebben, maar zet van tevoren af welke doel je wilt realiseren, hoe wil je het project gaan inrichten en wie heb je daarvoor nodig
En is een coöperatie wel nodig om het te realiseren? Zo heb je een beeld wat een coöperatie is. Als je gaat oprichten, let gewoon op de kosten en ook hoe je de statuten gaat inrichten. Want als je statuten hebt ontvangen en je wilt deze laten nakijken, stuur me gerust naar ons toe. Wij gaan het gewoon even nakijken voor je en gewoon je tips geven hoe je het beste kan oprichten. Want statuut is gewoon de ruggengraat van je onderneming. En let erop, coöperatie is hetzelfde als een vereniging. Je hebt 2 of meer mensen nodig om het op te richten. In bepaalde gevallen is het handig om een coöperatie op te richten om vaker in de toekomst projecten aan te gaan waarbij je meerdere mensen nodig hebt met bepaalde expertise. Ik ga jullie laten zien waar je de regels van de coöperatie kan vinden. Zoals je hier kan zien vind je de regels van de coöperatie in boek 2. Je drukt op wetten.overheid.nl, dus let erop dat je daarop klikt. Je drukt volgens hier op boek 2. Krijg je een overzicht van alle rechtspersonen, dus vereniging, coöperatie, naamloze, stichting, wat dan ook. Hier vind je alles wat je weet over coöperatie en hier kan je gewoon de wetsartikel gewoon downloaden en eventueel kijken welke andere regels van toepassing zijn en welke rechtspraken er zijn over bepaalde artikelen, zodat je een beeld erover hebt. We zijn gekomen aan het einde van deze video. Ik heb je een overzicht gegeven wat de coöperatie is en wat het precies doet. Ook heb ik je een beeld gegeven van hoe je deze moet oprichten en waarmee je rekening moet houden bij het oprichten van een coöperatie. Heb je vragen over de coöperatie of loop je ergens tegenaan? Neem gerust contact met mij op. Ben je nieuw bij deze kanaal? Vergeet niet te abonneren. Heb je wat gehad in deze video? Like dit en deel het met je vrienden, familie en businesspartner. Tot in de volgende video.